Yo kijkers, welkom terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. En we spelen vandaag Dying Light The Following. Het is een nieuwe aflevering, aflevering 14 zo uit mijn hoofd. En we hebben vandaag een tof ding te doen, zeg maar. We gaan gewoon iets vets doen. We gaan na echt best wel lang achter elkaar secundaire opdrachten te hebben gedaan, eindelijk weer eens verder met een verhaalopdracht. En dan krijgen we dus ook verhaal progressie. Vreemde praktijken heet de missie en ons doel is daarbij om te onderzoeken wat het vreemde verschijnsel is. We hebben deze quest gekregen van een van de gezichtslozen en hij heeft mij gevraagd om het vreemde verschijnsel bij een van de boerderijen te onderzoeken. Als we dan kijken waar het precies op de kaart is en we zoomen uit, dan zijn wij op dit moment hier. Moeten we eigenlijk keihard hier langs crossen. Dit is ook een plekje die ik nog niet heb ontdekt, zie je, onverkende plek. En dan komen we hier langs. Dit is een safe house als het goed is. Een veilige zone, yup. En dan kunnen we hierheen. Dus ja, eigenlijk niet echt heel erg spannend. We kunnen gewoon van safe zone naar safe zone en dan daarheen. Dus ik hoop dat jullie er zin in hebben, het cool gaan vinden. Weer echt zin hebben in de uitdaging, de leuke challenge, goede support showen, de video liken. Even volgen op Google+ voor de verificatie button. En voordat we dan echt aan de slag gaan, ga ik jullie een Easter egg laten zien. Voor de mensen die de normale Dying Light Vanilla game hebben gevolgd, hebben daar uiteindelijk te maken gekregen en gezien dat er een character in de game kwam, een vrouwelijke, en dat was een wereldkampioen bokster. En hier hangt ze. Jade. Jade the Scorpion. Dat was een van de bekendste boksters uit Turkije blijkbaar. En nou ja, ze is dan in de hoofdgame is zij dood gegaan, helaas. Zij werd ook geïnfecteerd, maar hier hing ze. In de garage van Bilal. Oh, ik kan goede dingen van hem meenemen. Hij heet Bilal, geloof ik. Ik hoop dat die man Bilal heet, anders heb ik hem zojuist een naam gegeven. Maakt ook niet uit. Maar goed, laten we zo snel mogelijk beginnen aan de missie. Ik hoop dat jullie er weer zin in hebben. En ja, let's go jongens. True to the path, stranger, for it has only just begun. We stellen de stalen schicht in. Ik ga even een markering neerzetten. We doen dat gewoon op dit plekje, de markering. En laten we erheen gaan. Let's go. Oh ja, trouwens. Nu ik met de auto aan het rijden ben, schiet het me opeens te binnen. Ik heb buiten de opname, godverdomme, een trofee gehaald. Een trofee die ik de hele tijd tijdens de opname wilde halen. En toen kreeg ik hem niet. En ik sluit mijn part af. Ik rijd naar een safe zone en ik haal hem. En dat is simpelweg 500 zombies. Ja, fuck off, overleven. Maar dat is simpelweg 500 zombies overrijden met je buggy. En dat heb ik dus de hele tijd lopen doen, de hele tijd progressie gehaald. En haal ik hem net buiten de opname. En ik haalde hem terwijl ik zoiets deed. Hey, sick, chauffeurs level omhoog. Dat sensortje begint te piepen als een gek, want dat heeft volgens mij ook met de missie te maken hier ergens. Wow. Maar ik ben dus een chauffeur level mode, dus ik kan straks ook nog even upgraden. Wow, loader. Volgens mij is hier ergens waar ik moet zijn. What the fuck? Wat zie ik trouwens in mijn scherm staan? Dat rode.
What the fuck is Bilse Buffo? Kijk, het toffe is, ze sterven ook gewoon als ik met deze geavanceerde ze doodknal. Het gewoon ook uit hun lichaam pakken terwijl ze nog leven. Wow, wow, wow. Oké, deze viezerikken zijn allemaal vergiftigd. Dit is in ieder geval Tanks and John. Cool, ik zie daar... Oh, fuck. Daar is dus die held van. Oké, ik raak hem niet op deze manier. Dit is in ieder geval wel een vette plek. Ik ga even al deze guys killen dan. En dan zie ik daar dus een bos achter een hek staan. Komen al die runners weer? Super irritant. Oké, sick. Dit hebben we allemaal gedaan. Wow. Hup. Elleboogie. Mooi. Eerste klas sigaretten. Ja, ja. Zo, spartelen als een gek. Laten we kijken wat we hier allemaal aantreffen. Eerst alles openmaken. Zo ja. Sick. Chemicaliën. Wat is dit? Slotopener, een blikkie, alcohol. Daarmee kan ik natuurlijk nieuwe EHBO-dozen maken, spijkers. En dat was het ongeveer. Wat zit daarin? En dit is gewoon een mini tankstation, dus dat is altijd nice natuurlijk. Weer een race trofee. Ik heb daar aardig wat van opgepakt inmiddels. En wat upgrades voor mijn auto als het goed is uit deze Sias kist. Schroeven en... Turbo onderdeel level 1. Het stelt dus helemaal geen moer voor. Nou ja, hier heb ik in ieder geval brandstof uitgehaald. Ik kan bijtanken. Nou, die zit vol. En daar dus blijkt een monster te zitten. Zie je, what the fuck is dat, man? Helemaal lijp, die vent. Dus wat we gaan doen, we gaan even, hij heeft ons toch nog niet door, wat EHBO-dozen maken. En dan gaan we hem denk ik gewoon aanvallen met granaten, zag ik zelf staan. En dus die kan ik instellen, die kan ik dan toegooien. En ik kan met mijn ontploffende... Hier, stuwveld brengen. Wat is dit dan? Nee, het is niet een goede granaat dus. Nou, we maken nog een EHBO-doos en dan schieten we wel met die ontplofbare pijlen van de geavanceerde boog. Dat gaan we gewoon doen. Ongebruikte vaardigheidspunten. Daarvan kunnen we ook omhoog. Chauffeur level.
Harry, mijnenlegger, UV, koplampen, klussen. Je bent zo'n goede monteur dat de kans van... Oké. Je hebt gewoon kans dat je geen component gebruikt tijdens de reparatie. Dat is sick. Ja. Offroad rijden zonder je auto kapot te maken. Dat is het chillste wat er bestaat, want dan hoef je die andere dingen minder te gebruiken, simpelweg. Nou, die zetten we aan. Laten we het maar gewoon proberen. We gaan ermee aan de slag. Ik kan ook gewoon schieten. En, Tomahawks werken op zich wel. Jezus, wat is dat een engert. Crazy, right? Ik hoor een soort fucking vaag cool boss battle muziekje. Oh, bah. Ik zie wel dat ik straks EBO-dozen kan fixen. En die man is neer. Arme hond. Ik heb geleerd om hete zwaaier te maken. Godverdamme, wat is dit voor viezerik dan? Jezus. Gewoon een compleet gemuteerd gastje. Holy fuck. Wel vette beloning trouwens. Ik heb er dus en een beloning van gekregen. Deze dicht als het goed. Als het goed is dit nu een veilig gebied, toch? Als het gewoon goed afsluit. Wow, ik pak gewoon de maskers van de muur af, jongens. Ceremonieel maskertje. Sexy girl. MLG zonnebrilletje op. Nice. Zoveel bloed en shit. Ik weet niet wat hier is gebeurd. Het ziet er in ieder geval chaotisch uit. Deze mensen zijn niet meer levend. Bah.
Nou, we kunnen hier weg. Ik heb gewoon de missie aanstaan. Ik moet even naar mijn auto toe gaan. Ik pak deze. Oké, vet. EHBO-dosie erbij. Voor de rest kunnen we hier niks meer doen. We hebben dus een soort van boss verslagen aan het begin van deze aflevering. We gaan de auto pakken, kaart scheuren naar de plek waar ik officieel heen moet. Dan kunnen we kijken wat we daar aantreffen, want het is gewoon op dag, gelukkig. Het ziet er hier redelijk mooi uit. Ik zie hier een missie. Oh, dit is er gewoon zo een. Zo'n race-uitdaging. Nou, daar heb ik geen zin in. Maar kijk trouwens hoe mooi dit gebied is. Een soort moerasachtig gebied. En we moeten daar ongeveer wel heen. Oh, er zijn bandieten daar. Sick. Wow. Dit is inderdaad een vreemd verschijnsel. Wat is dit nou weer dan? Onderzoek het vreemde verschijnsel. We zijn dus nu in het slagveld aangekomen hier. We hebben al bandieten gekild, we hebben al wat zombies gekild en dan zie ik deze rare mysterieuze rook. Wow, wat is dit dan? Shit. What the fuck? Deze gast is gigantisch. Echt, echt belachelijk groot. En waarschijnlijk doet het hem ook helemaal niks. Big guy wrecked this car. Weet je waar het op lijkt? Alsof ik hier word gewoon... Ik word gewoon echt beschermd door de gezichtslozen op het moment. Ze vallen niet aan. Kijk maar, het doet ze helemaal niks. Ik hoef mezelf niet eens te beschermen, niet eens te camoufleren. Er staat hier één gigantisch grote guy en die doet me helemaal niks. Het is gewoon een super mutant behemoth dit. Nou goed, we gaan deze kisten openen. Must have been what they carried off. What the hell happened here? Hey, you there? A strange phenomenon doesn't even come close. What do you mean, brother? I mean, there was this huge ass demolisher just standing there in the field, didn't even notice me. And this weird mist too, like what you guys had at the ceremony. Oh, well, that's an interesting development. Brother, I can't really tell you right now, but meet me at Jassiel's farm. Soon, I believe you are ready. We are ready? Is dit een eer? Is dit een eer? Spannend, ik ga wel even wat droppen, want ik ben pittig benieuwd wat hier nou precies ligt eigenlijk. We gaan die ook weer even instellen, die is ook wel fijn. En dan, wat zal ik even wegdoen, jongens? Ik heb zoveel fucking vage shit. Die snelschieter boeit me eigenlijk niet zo heel hard. Dus
Nee, deze. Dat Amerikaanse pistool is dan eigenlijk belachelijk om mee te nemen. Wat is dit? Allemaal grenades. En dan stellen we dat natuurlijk ook in. Zelfgemaakte granaat gooien we op landmijn. Dan heb ik dus gewoon een soort aanvalswapen. Daar kan ik pittig wat damage mee doen. En deze nog steeds ontdekken me niet. Dit is gewoon heel erg vreemd. Ontmoet de gezichtsloze op Yassir's boerderij. We gaan kijken wat we daar aantreffen. Heel benieuwd. Want buiten deze mist zien ze me waarschijnlijk wel. Fuck. Doei. Heel vreemd dit. We gaan gewoon naar die boerderij toe en we zien wel wat we daar aantreffen, jongen. Ja, dit is kloten. We gaan het dan wel even zo doen. Positie herstellen. Tot zo. Oké, weer een update van diezelfde gasten. Geheim project. De missie gaat dus gewoon verder met hun. Maar ik ga eventjes naar de boerderij. Ik ga natuurlijk reporten. Ik ben heel benieuwd wat ik daar aantref. Dat snappen jullie ook wel. En ondertussen ben ik vogelverschrikkers aan het kapotdraaien. Positie herstellen en gaan met die banaan. Eindelijk kan ik weg hier. Wat is dit voor bullshit? Jee, weer een vogelverschrikker, chill. Nou, en thuis hoor, zoals je kunt zien. We gaan eindelijk naar die boerderij eventjes reporten bij de gezichtslozen. Wat was dit een chaos, hè? Phew. Ik ben benieuwd. It's good to see you again, brother. This time, though, I fear I carry some bad news for you. Yeah, well, I'm used to that by now. What's going on here? Kyle, you already knew, didn't you? People not getting infected, that it's just smoke and mirrors. It is the smoke, literally. Our mother found a way to fight the sickness using a certain, let's call it an elixir. You have seen it working with your own eyes. So you do have a cure? Would you call a bandage on an open wound a cure? No. What we have right now is just a temporary solution. We are working on a certain curative project, one with more permanence. But we need time, and we need peace to last for just a bit longer. And let me guess, you're running out of this elixir. Unfortunately, yes. That's why I asked you to come here. I want to offer you a deal. Find us more of it, and a fair portion will be yours. The mother will teach you how to use it. You'll be able to return to Haran with your prize, or perhaps you'll choose to stay with us. It seems like you've got an idea of where to look for this stuff.
A lot of our brothers were out searching for it, and recently we lost contact with three of them. They were supposed to check a certain cave. Your seeing the mist cannot be a coincidence. It must have been spillage. Seems that someone found the elixir and ran away with it. All right, so check out the cave. Got it. Farewell, brother. I hope the news you bring back is good. Ja, dit is dus wel een redelijk vette missie. Vreemde praktijken. Gaat eigenlijk verder, ga naar de grot. En waar dit verder gaat... Ja, geen idee eigenlijk. We moeten even kijken dan hoe dat verder gaat. Opdrachten, vreemde praktijken, ga naar de grot. Als je naar de map gaat, blijkt dat dus helemaal aan deze kant van de map te zijn. Maar we hebben nog redelijk wat plekken gewoon nog niet eens onderzocht, kan je nagaan. En in de buurt... Kijk, deze safehouse bijvoorbeeld, hiermee kan ik de part eindigen. Om deze simpele safehouse gewoon eventjes over te nemen. Dus we gaan daarheen, maken daarvan onze safehouse. En dan de volgende aflevering starten we vanaf dit safehouse. Gaan we daarheen en gaan we verder met de grot. Ik hoop dat jullie het cool vinden. Daarna kunnen we altijd nog, zeg maar, stel we hebben ooit een keer de story uitgespeeld. Kunnen we altijd nog nachtjagersnesten doen. We kunnen safehouses overnemen en de overige secundaire missies. En natuurlijk de trophies. Dus er valt eigenlijk na de stories afgerond nog wel redelijk wat te doen. We kijken gewoon even wat we er allemaal van gaan maken. Maar het plan voor nu is deze safehouse overnemen. Buggy een beetje upgraden. Een beetje spulletjes krijgen van de kwartiermeester. En dan gaan we de volgende aflevering naar de grot toe. Dus ik hoop dat dat duidelijk is. En dat jullie daar zin in hebben. Kijk, en dat kunnen we dan mooi doen. Zo ongeveer aan het einde van deze dag, want als je naar de tijd kijkt, het is 18:45, de zon gaat dus bijna onder. De perfecte tijd om een safehouse over te nemen en dus niet de wereld in te trekken eigenlijk. Uh-oh, doe ik het nou weer? Godverdomme. Alsjeblieft geen volgers, zo ja. You know, listen good while this damn thing works. I know what's going on. The good news, he'll share it with me. The bad news, I need to find it. Now, I know the clock's ticking, but I can't let go of this yet. It's the best chance for all of us. I understand, Kyle, but please hurry. More reason for me to get this done. Keep your fingers crossed. Spannend. De volgende part gaat op deze manier heel vet worden. Dat zijn pittig wat gasten. Nee! Je bent dood. Dat is jammer, dat is jammer. Oh, kut. Oké, we gaan met dit pistool aan de slag. Ik hoop dat hij dood gaat, die man. Oh, daar is hij. Wat is dit?
Oh! Oh, lekker hoor. Zal ik ze allemaal hebben? Zullen we het hebben overgenomen? Echt vet ook dat die UV-lichten zo aangaan terwijl ik hier bezig was. Ik denk wel dat we deze grote settlement nu hebben overgenomen hoor. Zoveel van die pijlen die ik weer terug kan pakken. Ik denk echt dat we een nieuwe safe house erbij hebben aan het einde van deze aflevering. Dus dat ik jullie kan gaan bedanken voor het kijken. Voor het liken. En volgens mij is de safe house nu van ons. Aha, en is dit nu dan een safe house? Blijkbaar was dit hele gebied dus niet veilig. Ja, kijk, safe house overgenomen. Nou jongens, bedankt voor het kijken, het liken, de support. We hebben een nieuwe safe house erbij en ik zie je zo snel mogelijk terug in de volgende aflevering. Waar we natuurlijk verder gaan met de game en naar de grot gaan. Dus ja, thanks voor alles en later.